ik heet Enske en vandaag hebben we voor de nieuwe live Call of Duty Advanced Warfare commentary. En vandaag gaan we weer nieuwe supply drops openmaken. Toevallig had ik laatst een video dan gemaakt van die supply drop opening. En heel veel mensen vonden het eigenlijk heel erg leuk om te zien. En daarom dacht ik, weet je wat, we gaan natuurlijk ook meer doen. En het is voor mij wel een beetje moeilijk. Dan moet ik die dingen opsparen. Ik wil gewoon telkens gewoon gelijk kijken wat er natuurlijk in zit. Maar als jullie het leuk vinden om te zien, dan ga ik het natuurlijk gewoon opsparen. En net als de vorige video gaan we dit ook gewoon drie sets van drie doen eigenlijk. En laten we gewoon gelijk beginnen met de eerste drie. Ik ben heel erg benieuwd wat erin zit. Ik hoop iets van een masker of een helm of zo. Want die heb ik nog geen één gekregen, geen vette. Dus als we dat kunnen krijgen. Elite! Weer de Elite broek. Die heb ik nou al twee keer. Dat is leuk. Bij de rest, de Sentinel, Intel, Loadout. Alles wat ik krijg, wat er zo uitziet van Enlisted, verkoop ik eigenlijk gelijk als ik daar prestige. Want dat is allemaal rommel. Dat bewaar ik nooit. Onze tweede. Die helm, die heb ik ook al drie stuks. Laat ik zo meteen zien. Deze heb ik in het blauw en het rood. En ik heb ze allebei al dubbel gehad. Dus ik zou er nou eigenlijk al vijf van deze hebben. Nou, die heb ik in het verleden al meer verkocht, gelukkig. Want anders dan zat al gelijk vol. En wat is het met onze derde? Nou, het is niet veel, jongens. We krijgen echt niet eens volledige pakketjes. Dat is dan echt wel jammer, hè. Ik vind sowieso dat ze dat altijd moeten doen. Gewoon altijd drie. Ook al is het gewoon zwaar nutteloos wat erin krijgt. Niet één of twee. Ik bedoel, één fucking broek of... of twee van dit soort dingen. Die sniper, ja, nou, oké. Dat is één extra damage. Één minder accuracy. Dus dat is misschien nog nuttig. Alleen dit is weer die NA45. Dat is die double barreled sniper of zo. En nee. Dat ding is gewoon poep. Misschien met extra damage dat die goed is. Ik zal hem een keertje proberen. Verder rest een orbital care package. 2 minuten in de match, ja. Whatever. En deze broek die hebben we al meer. Dus ik ga even kijken voor de grap bij mijn... even kijken. Bij mijn al mijn loot. En moet je maar eens kijken. Even op deze heb ik dubbel, die kan ik daar ook verkopen. Deze heb ik dubbel. we hebben er meer dubbel. Ik heb meer dubbel. Hier zie ik zo snel niks tussen staan. Hier ook niet. Ik heb alle dingen dubbel. En dit verkoop ik sowieso allemaal. Deze heb ik dubbel. Ik heb deze allemaal blijkbaar dus verkocht. Ik had die dus met rood glas en blauw. Die zie ik hier niet meer tussen staan. Dus heb ik allemaal al verkocht in het verleden. Maar ik zie jullie bij de volgende. Hoe noem je dat eigenlijk? Het klinkt een beetje raar, zo'n crate unboxing of zo. Whatever, tot zo. Nou, we zijn zojuist aankomen bij onze volgende drie supply boxes. En we gaan even kijken wat erin zit. Ik ben heel erg benieuwd. En we beginnen rechts. De vorige keer zat er niet veel goed in, kan ik me herinneren. Dus hopelijk wordt dat dit keer goed gemaakt. Ja. De AMR9 Noobtube. Volgens mij gebruikt niemand de AMR. Dat ding heeft zo weinig damage. Kijk hoe weinig damage. Redelijk hoge fire rate, maar dit is gewoon een kutklas. Je broek hebben niks aan. Kijk even wat er in onze tweede supply drop zit. Elite! Oh, nee, meen je niet. Die Sentinel Operator Loadout heb ik al zo vaak gehad. Die gaan we sowieso ook verkopen. Dat is wel chill, want precies, ik kan ook zoveel Elite dingen verkopen. Die NA45 hadden we volgens mij dubbel. Ik kan me herinneren dat we die vorige keer ook hebben gehad, een keer ervoor. MK14 Ultra Light. Die heb ik ook ooit eerder gehad, die heb ik verkocht. Dus het lijkt erop dat het allemaal niet heel veel is. Gaan we op naar de volgende drie. Of ja, deze dan. Hopelijk zitten er drie in, want ik weet niet hoeveel erin zitten. Twee, drie, wel drie. Het is ook niet heel veel soeps, kan ik je vertellen. Ook al ziet er deze op zich best wel nice uit. Maar deze is standaard Akimbo volgens mij. Extra fire rate. Extra mobility, alleen minder handling. Dus dit ziet er volgens mij best wel goed uit qua stats. Wel minder ammo, dat is minder. Maar over het algemeen, mwah, valt een beetje tegen. Nou, we zijn zojuist aangekomen bij onze volgende drie supply drops. En toevallig had ik deze drie gisteren al gerecord. Niet deze die je hier ziet, maar ik had er gisteren al drie gerecord. Nou, bleek dat ik dat waarschijnlijk verwijderd had of zo. Dus ik was in ieder geval de footage was ik kwijt. Er zat niet heel veel speciaals in, dat maakt in principe ook niet uit. Maar alsnog, dus heb ik weer drie nieuwe voor jullie gehaald. Om jullie toch te laten zien, want ja, om er zes te laten zien in de video is wel weinig. Dus doen er iedere keer 9. En misschien binnenkort meer. 10 is bijvoorbeeld een mooier aantal. Maar je kunt er steeds 3 per keer hebben. Dus dan is het makkelijker om 9 te doen. Maar we moeten een keertje kijken. Of 15, dat is op zich ook wel mooi. Dat kan ook. Misschien dat ik dat wel doe de volgende keer. Maar dat duurt weer langer. Dus laat maar in de comments achter wat je liever hebt. Maar we gaan eens weer beginnen met unboxen. Ik ben enorm benieuwd. We zullen zien wat erin zit. En het is een masker die ik al 10 heb. Oké, de Wheelhorn. Dat ziet er fucking ziek uit. De Amelie Elite. 2 minder damage, 1 minder accuracy, 2 meer handling. Handling, dat is toch zeg maar dat je soepeler kan bewegen ofzo, want je hebt ook mobility. En dat zijn eigenlijk twee ongeveer dezelfde dingen, mobility is met rennen volgens mij. Dus ik had liever gehad die 2 meer mobility had. En als ik naar deze stats kijk, ziet het er best slecht uit, in mijn ogen.
Dus ik ben benieuwd. Ik ga hem een keertje gebruiken. We zullen het zien. Ik had het dus over deze. Daarnaast de Mayhem. Die gaan we denk ik toch gewoon een keertje gewoon verkopen. Want die zooi heb ik toch nooit nodig. Allemaal Elite. Dat is gunstig. En deze heb ik al dubbel. Dus dat begint mooi. Elite shit. Daar ben ik altijd blij mee. Misschien heb ik het wel verdiend, jongens. We hebben... Laat maar. Ik heb niks verdiend. Ik krijg een Amelie Magnified. Met meer range en minder handling. Ik bedoel, dit ziet er in mijn ogen beter uit. Want die handling, nou ja, dat is leuk en zo. Maar je duwt een stok onder of... een stok trouwens, ja. En dan is het op zich toch altijd wel goed. En range, ja, dan wordt hij gewoon sterker op range. Dus over het algemeen lijkt deze versie mij beter als deze. Maar deze ziet er gewoon vetter uit. En dan hebben we er nog eentje. En dat is de laatste van vandaag, van deze video. En we zullen zien of het de beste is. Last but not least. Het is... niks. Oké. Het begon heel goed. We krijgen dus een Marine shirt die we zo meteen gaan verkopen. En een SAC 3 Enlisted. Nou, ik heb een SAC 3. Dat is, even kijken, dat is een Elite versie. Deze ziet er op zich ook wel goed uit hoor. Met extra damage. Ik weet niet welke dat was. Gaan we even kijken. Ik ben wel benieuwd. Even kijken. Wat was deze? Die had meer fire rate, minder accuracy. Maar deze werkt echt enorm goed. Dus ik ben benieuwd hoe dat daar met die andere zit. Maar zoals je ziet, we hebben heel veel zooi. En ik kan op het moment prestige. Dat komt weer in een andere video. Dus ik weet niet of dat, deze video op dezelfde dag komt. Ik denk het niet trouwens. Maar in ieder geval, ik ga zo meteen een prestige video maken. En dan gaan we op naar de 9e prestige alweer. Dus het gaat allemaal enorm snel. Dus in ieder geval, als je deze video leuk vond, laat een like achter. Voor de rest, laat in de comments achter. Of we dit met 15 moeten doen. 15 is wel een echt enorm mooi aantal. Maar dat duurt natuurlijk ook langer om te halen. Vooral als ik dadelijk geen vakantie meer heb. Want dan, ja, dan moet ik natuurlijk heel veel spelen om al die pakketjes vrij te spelen. Dus dat is op zich wel een heel wij. Maar in ieder geval, als je leuk vond, laat eens een like achter. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer weer. Houden we.